Er is een spreekwoord in het Turks of een gezegde. Het woord is jouw gevangene totdat hij uit je mond komt. Maar jij bent de gevangene van het woord wanneer het uit je mond komt. Je kan niet zeggen ik doe dat, ik doe dit en dan moet je het ook doen natuurlijk. Je kan ook veranderen. Ja. Ben je dan aan het liegen? Of je komt terug op je woord? Wat denk jij? Ik weet het niet. Simon, jij met die camera-ogen, oculaire ogen, ja. Zie je dat we op elkaar lijken, vader en dochter? Heel erg. Absoluut. Echt waar? Ja. Zie je wel? Je bent mijn dochter. Echt waar, ik voel me oud nu. Hoezo? Omdat jou zo naar de camera kijkt, zoals ik zie, in zo'n geruite overhemd. Ik wou bijna zeggen gekruide overhemd. Ik ben zo'n oude arme man, naast een energieke jonge dochtervrouw. Mijn dochtermoeder bedoel ik. Baba, was jij nou dan de eerste Turk van het conservatorium? Dat heb ik altijd in mijn hoofd. Nee, ik was de eerste Turk die hier aan de universiteit studeerde. In Amsterdam toen. Maar op conservatorium was ik de eerste Turkse leraar. Wat denk ik wel een hele grote invloed is geweest met het feit dat jij niet in Nederland bent geboren. Wij kennen jouw jeugd niet, waardoor jouw jeugd voor ons altijd een bijna een sprookje is geworden. Ja, maar dat is voor ons iets heel groots geworden. Ja, ja. Dus we hebben wel een soort... Oh, ik ben eigenlijk mijn vader voor. Je bent eigenlijk een geest die weggelopen is met een tapijt uit een 1001 nacht verhalen. Ja. Nee, maar wel, je bent wel altijd door... En ik weet natuurlijk niet in hoeverre dat al jouw verhalen helemaal kloppen met de werkelijkheid. Of jij het mooier hebt gemaakt of dat ik het mooier heb gemaakt. Ik heb nooit een verhaal verzonnen. Nee, alle verhalen zijn mijn eigen verhalen. Echt ja, maar. Jouw eigen verhalen dus in jouw eigen hoofd. Ik heb ook niet toegevoegd. Wat ik allemaal heb meegemaakt, heb ik aan jullie verteld. Ja, als kind. Ik. En als ik aan jullie als baby, als kind het verhaal vertel, dan ben ik er nog. Ha merhaba Yılmazcık, nasılsın? Abi teşekkür ederim, Karaman'dayım. Aha. Ben de film çekimiyle uğraşıyorum. Anladım, tahmin ettim. Ya o kostümün ne anlamı var? Kostümü niye sana dayatıyorlar yani? Baba bu kostüm, bunlar yeni sinemacılar abi. Bunlar yeni nesil diyelim. Yarı realizm, yarı sürrealizm. Böyle bir şey. Film çevrilir mi? Yoruldum öldüm. Alles is gelukt. Alles wat ik wilde doen, heb ik gedaan. Ik heb nergens spijt van. Als ik het opnieuw zou beleven, zou ik hetzelfde doen. Denk ik. Ze wilden natuurlijk dat ik de universiteit afmaakte. En arts of ingenieur. Dat wilden ze. Zo denk ik hier in Nederland. Denken ze nog steeds als die dorpelingen. 60, 70 jaar geleden in Turkije. Begrijp je? En dat ik steeds meer richting muziek ging, dat vonden ze helemaal niet leuk. Maar uiteindelijk zijn ze, zowel mijn moeder als mijn vader, wel op mijn concert geweest in Paradiso, toen ik daar optrad. De maatschappij gaat mij niet in een doosje plaatsen. Jij bent een vader, je hebt drie dochters,
een kleinzoon, zo ga je gedragen. Hoezo? Echt waar? Nee, zo doe ik het niet. En maar daarin ben je volgens mij ook al een beetje een grappige vader. Grappig? Ja. Ja, inderdaad. Ik ben nooit streng geweest tegen de tegen. Nee, maar ik bedoel niet grappig als in humorvol. Maar meer gewoon wel een beetje anders dan... Nou ja, ik wil het leven op de omgang met mijn kinderen in alle kleuren zien. Niet alleen maar zwart-wit, rood of blauw. Nee, alle kleuren, dat is juist leuk. Daar komt die grappigheid van, denk ik. Marelletje, we zijn nu aan het draaien. De cameraman staat voor mij. Een belastingberg hebben ze opgebouwd daar beneden. Alles omgegooid. Met alleen maar belastingenveloppen hebben ze. Toen zei ik, dat is wel heel symbolisch. Ik heb zoveel belastingschulden. Er zijn aangrijpende scènes, ja, vind ik ook. Waar ik een beetje aangeraakt voel. Dus die doek gisteren. Mijn vader kwam vanuit Nederland met vakantie naar het dorp. En dan ging hij naar de stad en dan maakte hij in de studio van een klassieke fotograaf. Niet bewegen, stilstaan. Weet je wat ik denk wel dat migratie of jouw migratieachtergrond met onze relatie te maken heeft? In die cultuur is het veel vanzelfsprekender dat als je ouder wordt, dat je kinderen voor je zorgen. En wij zorgen ook wel voor jou, denk ik. Ja, zoals over de koelkast die hier staat. Ja, nou ja, goed. Wat? Nou, hij heeft een koelkast. Die is kapot gegaan omdat hij kan niet zo goed ruiken en hij heeft een beetje verzameldrang. Dus die hele koelkast zit vol met alles wat 50% korting bij de Makro is. Maar daar zit zoveel in dat je niet hebt geroken dat heel veel dingen verrot zijn geworden. En die koelkast is gewoon, ja, ik weet niet hoe dat werkt, die kon niet meer ademen of zo. Die is kapot gegaan en nu hebben wij een nieuwe koelkast voor jou gekocht. En toen zouden we die andere koelkast weggooien naar de grof vuil. Maar dat zou Baba zelf wel even doen. En dat is nu denk ik 4 maanden geleden. En elke keer vraag ik, heb je die koelkast al weggedaan? En je hebt hem, soms heb je hem wel al weggedaan. Daar heb ik aan. En je soms niet. Je wist meteen dat ik aan het liegen was. Ja. Ja, ik voelde dat ook aan. En je kwam naar Nederland om jouw linkse ideologie van westerse kennis te voorzien? Ja, precies. Die linkse idealist. Ik ga naar het westen, ga ik daar een goede opleiding genieten. Ga ik terug naar mijn eigen land en dan maak ik me nuttig voor mijn land. Zo'n simpele gedachte was dat toen. En daar is niets van terechtgekomen. Waarom niet? Nou ja, goed. Ik bedoel, nee. Nou ja, het leven heeft een totaal andere wending gekregen. Niet terugkeren naar Turkije, zeker niet. Dat is verleden, zeg maar. Het is geen grapje, hè, die film van jullie. Jullie stellen wel hele serieuze vragen. Ik moet oppassen met mijn antwoorden. Dan moet ik niet met mezelf in conflict komen, denk ik.
Dus ik ga maar zo weinig mogelijk praten. Yap mı ya? Ne yapacağız bunu? Türkiye'ye götüremeyiz. Bir şekilde imha etmemiz lazım. Tamamdır. Laatste keer dat ik mijn vader zag, dat was tijdens de begrafenis van mijn zus. En voordat hij wegging, stond hij voor mij zo van, heb je wat te zeggen nog? Ik sprak mijn vader jaren niet, bijna 20 jaar niet. Ik zei letterlijk een tekst uit een Turkse liedje. Ik zei, ik zou heel veel dingen kunnen zeggen nu, maar je bent in een drukke straat, zodat iedereen dat kunnen horen. Dus ik kan het nu niet zeggen. Dus dat was gewoon een zinnetje uit een liedje. En dat zegt een heleboel. Mama, ik vroeg me nog af, ben je gelukkig? Ik ben niet ongelukkig, zal ik het maar zo beantwoorden. Ik kan met een klein dingetje ook gelukkig zijn, maar ook ongelukkig zijn. Ik ben wel ambitieus. Als je grote ambities hebt en dat je ze niet kan bereiken, en dat je daardoor je ongelukkig voelt, zo heb ik het niet. Maar ja. Het verdriet analyseren is ook een kunst natuurlijk. Hè? Ik bedoel, de verdrieten die ik nu in de laatste jaren heb, zijn anders dan de verdriet in mijn jeugd. In mijn jeugd was ik, als ik verdrietig ben, dan voelde ik me slachtoffer. Maar nu voel ik me niet slachtoffer, maar meer machteloos. Ik weet het niet. Een beetje ingewikkeld. Dit is het verhaal. Dit is het verhaal van Jaylan, denk ik. Meer dan de helft van mijn leven heb ik in Nederland geleefd. Maar ja, van 0 tot mijn 11 heb ik toch in dat kleine dorp doorgebracht. En dat vergeet je nooit natuurlijk. Zijn we klaar?